In deze foto gaan we een highlight in de ogen maken. Op zich is er met deze foto weinig mis, maar hij mist in de ogen die echte highlight. Waar komt die highlight vandaan? Die komt van je lichtbron. Ik heb in dit geval een beauty dish gebruikt. Dat is een ronde reflector, maar dan wel met een vrij grote diameter. Denk in dit geval echt aan 70 centimeter. En normaal gesproken verwacht je in de ogen een reflectie daarvan te zien. Die heb ik er in dit geval even uitgeshopt. Dus zou je die highlight missen, dan krijg je een foto als dit. En dat maakt de ogen eigenlijk vrij dood. Om die highlight aan te brengen gaan we dat handmatig doen. Waar moet je hem plaatsen? Dat is eigenlijk de eerste vraag. En weet je nu niet meer waar de lichtbron staat, ik zal je een klein geheimje geven. Als je naar het licht van de foto kijkt, dan zul je zien dat er een lichtrand hier aan de linkerkant van het haar zit en ook hier aan de rechterkant van het haar. En dat dat eigenlijk alleen maar de rand is. Dat betekent dat er zowel linksachter als rechtsachter licht op het model stond gericht. En dat zorgt ervoor dat haar haar mooi loskomt van de zwarte achtergrond. Je ziet die lichtstrepen ook hier in de nek terug. Dat geeft aan waar zeg maar ja, het hulplicht om het model te isoleren van de zwarte achtergrond vandaan kwam. Het hoofdlicht dat kwam weer van voren. Als ik iets verder inzoom op haar gezicht dan vertelt de schaduw in haar gezicht daar ook het een en het ander over. En voornamelijk hier onder de lippen. Je ziet hier midden onder de lip een klein beetje schaduw zitten. Daar is de schaduw het sterkst. En dat betekent eigenlijk dat mijn licht frontaal van voren kwam en van boven. Dat zie je hier ook onder de neus. Stond het licht nu verder naar links of verder naar rechts, dan zou er een schaduw langs de neus zijn ontstaan. Dan is bijvoorbeeld de linkerneusvleugel, als de lamp ook aan die kant stond, lichter dan die aan de andere kant. Maar in dit geval is dat vrij in balans, dus het licht stond van voren. Dat betekent ook dat de highlights eigenlijk gewoon ja, in het midden van het oog kunnen blijven staan. In dit geval stond het licht ook wat hoger dan het model, want daardoor krijg je dus die schaduw onder de lippen en onder de neus. Dus de highlights kunnen ook wat hoger in het oog zitten. Hoe ga ik dat doen? Ik ga ze met de hand gewoon intekenen. Ik maak allereerst een nieuwe laag aan, dat doe je hier bij het vierkantje met het plusje, en daar komt een laag bij. Ik kan inzoomen op een oog. En eigenlijk het enige wat ik hoef te doen is gewoon met de kwast, die vind je hier, of de sneltoets B, een highlight gaan maken. Klik met rechts om te bepalen hoe groot die moet worden, of gebruik daarvoor de haakjes toetsen en zet de hardheid ergens rond de 60%. En nu is het de zaak dat ik eigenlijk gewoon in één keer klik. Zet hem niet gewoon in het midden, laat ik dat even bij beide ogen doen. Het kan. Maar het is niet representatief voor het licht wat we gebruikt hebben. Het licht kwam van hoger, dus de highlights moeten ook hoger. Nu zou ik ze even opnieuw kunnen zetten, maar omdat ik ze dus op een nieuwe laag heb staan, kan ik ook het verplaatsgereedschap selecteren. En ze gewoon met Shift F5 een klein beetje, of gewoon de pijltjes toetsen, naar boven werken. Laat ik ze zo eens laten staan. Is dit nu perfect? Nee, nog niet. Ik wil er nog een klein beetje een gloed omheen hebben. En dat ga ik doen middels het laagstijlen menu. En dat vind je als je de laag hebt geselecteerd. Hierbij laagstijlen. Nou, kies gewoon voor opties voor overvloeien. En je krijgt het hele menu tevoorschijn. En wat we willen hebben is een gloed aan de buitenkant. Dus klik daarop. Dan wordt die aangevinkt en dan krijg je dus die gloed. Je kunt kiezen voor de grootte en de spreiding. En je moet daar een beetje mee vogelen. Dat is ook afhankelijk van jouw resolutie van je foto. Staat dat te fel, kun je eventueel nog de dekking wat aanpassen. Nou, en op deze manier krijg je reflectie net even wat meer diepte. Het komt er los onder te staan bij je laag. Dubbel klik je nu op het woord gloed buiten. Kom je terug in het filter, kun je nog dingen aanpassen. Als ik het even laat zien zonder en met, dan zie je al goed het verschil. En als ik even uitzoom. En ik laat het dan zien, zonder en met. Dan heeft het ook eigenlijk net even die ene highlight. Is het nog net iets te fel? Je zou een andere kleur dan wit kunnen gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld als je dubbel klikt op je wit um, ervoor kunnen kiezen om dat bijvoorbeeld met een uh, ja, wat geligere lamp te doen. Maak het niet te geel. Geef iemand geen rode uh, highlights bijvoorbeeld. Maar als je het een klein beetje een tint geeft, een beetje een, uh, een gele tint, een warme tint, dan oogt het misschien. Net even wat natuurlijker afhankelijk van je licht. En is het iets te fel, je kunt de dekking naar beneden zetten. Ook hiervoor geldt weer dat subtiliteit eigenlijk gewoon het grote geheim is. En zo heb ik dus eigenlijk gewoon twee perfecte highlights. Ga ik ze nog een klein beetje naar binnen verplaatsen? Laat ik het Lasso-gereedschap pakken. Ik slinger gewoon om één pupil heen. Druk op het V-tje voor het verplaatsgereedschap. En zet hem een paar pixels naar links. En met dat lasso gereedschap pak ik ook de andere even aan. Oh, dan moet ik wel eerst mijn selectie weer opheffen. En waarom zet ik ze een paar pixels naar links? Nou, heel eenvoudig. De lamp stond in het midden. Dus het kan niet perfect in het midden van het oog blijven staan. Het oog is bol. Dus de reflectie komt dan eigenlijk iets naar binnen. Dat is iets natuurlijker. En zo eenvoudig maak je dus highlights in ogen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, en doei doei.